Maar dat is wel precies zeg maar, een punt wat jij daar noemt, zeg maar, benoemd. En laat me even één keer serieus zijn in mijn leven. En ik ben wel eerlijk, ik was wel altijd soort van bang van, is het na plangen, is het klaar of zo? En toen kwam ineens, dacht ik van, nee man, dit is eigenlijk iets wat ik altijd deed. En dan blijf ik het ook gewoon doen. Maar dan vernieuw ik mezelf wel gewoon qua mezelf in de markt zetten. Kijk, ik heb gewoon gekeken gewoon wat iedereen deed in Nederland. En ik zeg, niemand iets doen met, zeg maar, ik nu doe, zeg maar. Luister, joh. Begraaf je? Alles kan me eigenlijk gestolen worden als ik maar gewoon mensen aan het lachen kan maken, man. Gabber, ik heb MBO niveau 4 en dat is de VWO van de straat, ouwe. Dus ga niet met mij zo doen. 100%. Ja, hey. Kijk naar Club Hub. En het is maandag. Het is vandaag maandag. En wat kun je dan doen op maandag? Nou, je kan gezond eten, je kan naar de sportschool gaan. Of je kan nu kijken naar de allerbeste Club Hub aflevering die je deze maandag gaat zien. Want de gast in de studio vandaag is niemand minder dan... Ik word overal herkend. En ik ben bekend. Maar niet berucht. Want dat zou fout zijn. Hij noemt zichzelf de Nederlandse Gwen Stefani. Deze Amsterdamse rapper en hypemaker zorgde vorige zomer ervoor dat iedereen met een snelle planga liep. En gaf samen met Eno Joost een legendarisch optreden in uitverkocht Carré. Nu is hij terug met een nieuw album met onder andere de track Barry Hayes. En heeft hij binnen een week meer dan 1 miljoen views op YouTube. Give it up voor Donnie. We zijn er levende lijven. Ik hoop dat de Belastingdienst niet zou meekijken. Want dan denken ze hoe ik naar die dure spullen kom, want ik heb namelijk niks. Maar ik ben wel money met Beatrix. Ik ben met Cesar, man. We zijn er. En Donnie, weet je waar je staat? Ik sta gewoon op nummer 1 altijd in mijn leven, maar ik weet niet in welke positie ik sta in jouw programma. Nou, dat gaan we vandaag bepalen, want je komt hier op de biechtmuur. En de biechtmuur is de plek waar wij mensen ranken van nou, braaf tot stout. Je ziet al een paar mensen erop. Ja. Voordat we echt met de show beginnen, is er iemand die je nu hier ziet staan waarvan je denkt van, nou, die ga ik toch even verplaatsen. Ik bedoel, je kent veel mensen, je bent in de mediawereld. Ja, weet je wat het is? Kijk, ik weet van Gers, weet je? Gers en ik gaan way back als car seats. We gaan heel lang way back. Gers en ik, ja, ik denk dat ik deze man nu al 6 jaar ken. Ik ken hem langer dan de deurwaarder, dus ik denk wel dat ik ga hem wel bij braaf gooien, man. Maar hoezo braaf? Hij maakt gewoon brave money, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij is nu in België, is hij gewoon popping. Hij heeft nu al 3-4 shows, Lotto Arena, volledig uitverkocht, The Voice of Holland. Hij doet zijn ding daar en daarom is hij gewoon een brave jongen. Dat is een goede. Als jij gewoon goed bent in de dingen die jij doet, dan ben je voor mij doen gewoon een brave jongen. Ja, dus een paar mensen die hier staan, die moeten ook lekker blijven staan, of niet? Latifa, man. Ik ken Latifa ook, man. Ik heb met haar op school gezeten. Ja? Latifa, ik zie je. Latifa, toch? Ja, man. Ik gooi er ook gewoon een braaf, man. Netjes. Ja, man. Okay, cool. Ja, en uiteindelijk Joost, ga je zeg maar, Joost moet eigenlijk gewoon, hij moet hier staan, zo, bij het puntje hier zo. Dicht bij Boef ook. Hij is het toppunt van braaf, zeg maar. Ja? Maar ik heb het in de Joost. Eigenlijk is hij gewoon... Hij is familielid van Braafheid. Ken je Braafheid nog? Die speler die kopbal maakte in de WK-finale bij Zuid-Afrika. Ik ga nu ja zeggen, maar ik kijk helemaal geen voetbaldingen. Maar ja, ken ik, ja, zeker? Ja, man. Hart? Edson Braafheid. Ik ga even iets laten zien. Ja, wat ga je me laten zien? Ik zit vol irritaties. Laten we beginnen met bejaarden met elektrische fietsen. Die vind ik vervelend. Niet alleen dat ze je inhalen, wat al vervelend is. Je wil niet ingehaald worden door een bejaarde zonder helm. De tweede is ook nog eens gevaarlijk. Dat de tweede. Wat nog meer irritaties. Kinderen in de trein. Al mijn levensvreugd wordt uit me gezogen. Verschrikkelijk. Of ze janken, of ze spelen. Ze zijn druk, ze zijn altijd vervelend. Wat heb ik nog meer voor irritaties? Wielrenners. Verschrikkelijk. Die vind ik ook heel verschrikkelijk. Dat zijn echt... Die altijd op de auto weggaan omdat ze denken dat ze net zo snel... Ja man, luister. Ik moet Bram Krikke wel gelijk geven over die wielrenners. Maar luister, als er een tour aan de gang is, een Tour de France, een Giro Italia, de Vuelta, weet je. Dan zie je ze altijd zeg maar, die middelbare kerels met die bierbuik. Allemaal fietsen langs de weg. Ja man. Het lijkt ook wel zo maar van in de zomer dan komen al die mooie vrouwen naar buiten. Maar ook in de zomer komen al die middelbare mensen op die wielrenners fietsen naar buiten. Ik weet niet van waar het vandaan komt. Ja, ik wilde je net vragen naar je grootste irritatie. Ja, maar dat maar ook gewoon wielrenners. En ik denk toch wel de belastingdienst nog steeds. Dat is mijn grootste irritatie. Kijk, heb ik een beetje uitvraagd. Maar je houdt wel van vis? Ja, alleen de visjes niet, hè? Ik snap hem. Ga je zelf nog op het bord zetten ergens? Ja, man. Braaf, stout. Ik gooi mezelf ook gewoon op braaf, man. Want ik ben gewoon goed in wat ik doe. Ik ben een brave jongen. Ik denk dat er maar één plek is om daar echt achter te komen. We gaan het biecht ook in, man. Shit, we gaan, hè? Oeh. Het biecht ook, Donnie. Tweede keer dat je er zit. Zitten we dan. Kijk hier met goede gevoelens. Nu is het Stony, vroeger Moncler.
Als ik een bakkie doe, praat ik niet over Tupperware, begrijp je? Ik ben met een former lid van Tokyo Hotel naast me, Cesar, man. Je ziet daar weer van Tokyo Hotel afkomen. Ja, ik kom nog steeds voor die Tokyo Hotel money, man. Ja, man. Hey, luister, Donnie, laten we meteen even beginnen. Laten we beginnen. Laten we money gaan innen. Van money en vlees, oorbellen goud, ik rook Barry Hayes. Chillend in mijn eigen space, kan het zeggen tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. Ben een man van money en vlees, oorbellen goud, ik rook Barry Hayes. Chillend in mijn eigen space, kan het zeggen tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. Hey, de bond in mijn nek lijkt op mijn bangster. Voel me de blanke Dave Chappelle. En wat ik me afvraag, wie vind je eigenlijk in die clip zeg maar het beste jou nadoen? Ik vind eigenlijk wel gewoon Frans Bauer, oftewel de Stack Shower, vind ik gewoon het allerbeste. Want ik was hem een paar keer aan het testen of hij die lip sync wel gewoon correct kon doen. En ja. Hij doet alles live, toch? Wimpel. Hij zingt gewoon alles, mooie stem. Er was wel veel werk aan de winkel, er waren veel mensen uitgenodigd. Ik denk zo'n 25 man, het was een hele middag lang. Maar we did it from scratch, we did it from top. En het resultaat mag er zeker wezen. Als je hem nog niet heeft gekeken, ga dan even naar YouTube. Tik even in, Maradoni, Barry Hayes. Chill het in mijn eigen space. Maar Donnie, het is nog nooit zo hard gegaan eigenlijk, hè, met dit tune voor jou. Nee, zo man. Snel, in één dit week. Is wel zeg maar ook letterlijk wel zeg maar, de allereerste tune die zeg maar, zo hard gaat. Maar dat komt ook omdat wel dat marketingplan daarachter was best wel... De clip was goed. Goed, toch? De tune was goed. Ja, dit is wel waarschijnlijk gewoon iets wat nog niet is gedaan in Nederland. Toch of niet? Maar nu vind ik het wel, en dat is wel een tijd lang met jouw carrière, zijn er altijd mensen geweest die hebben gezegd van ja, Donnie, eendags vlieg. Of Donnie, we zijn er snel vanaf. En nu eindelijk kun je die mensen laten zien van hey, we zijn er weer. Nu heeft het niet te maken met een meme of met een grap, nu is het echt om een nummer ook. Yo, we zijn er weer. Ik ga never nooit skeer op tv. Daar speel ik een rol in de Richard Gere. Kom designer tot de fete, zingen hoek naar George Baker. Snap je? Voor mij? Ik deed altijd al wat ik deed, maar met die plangen was het een soort van uitgegroot, snap je? Ik was altijd al gewoon die grappige dude. Ik deed altijd al gewoon mijn ding. En nu pluk ik gewoon de vruchten van het was ook zo met Linkerbaan, zeg maar, met Barneveld. Was het ook al om de meme te doen? Was ook de grap van dat je die meme nee, ja, maar, van kijk, als je zeg maar mensen wil bereiken, hoe bereik je zeg maar... Kijk, heel veel mensen die kijken het nieuws niet, maar die kennen wel een meme die zeg maar afkomstig is van de persoon die in het nieuws is geweest. Dus je bereikt gewoon mensen met een meme. Ja. En een meme maar is je wil ze bereiken met je muziek, toch? Ja, tuurlijk. Maar je ja, wil uiteindelijk dat ze zeggen, Donnie is een goede muzikant. Je wil niet dat ze zeggen, Donnie is een grappige guy. Ja, maar je kan ook mij zeg maar, zien als een goede chefkok die gewoon een 6-pits van huis heeft. En een grote bouillonpan met bouillon. En gewoon met dingetjes, die pak ik gewoon. Dan pak ik weer een vleesie, pak ik weer een visie. Van, ik kan alle dingen doen. Ik ben gewoon een chefkok. En de muziek is jouw keuken? Hé, hey, take a man nou. Je bent wel scherp, man. Razor blade als een machete, man. Nu is het zo, dat nu met jouw carrière... Zo. Op een gegeven moment er een soort keerpunt is geweest en toen bam, toen was je er. Je hebt lang muziek gemaakt, je hebt veel je uren gemaakt. Ja, wanneer, ik heb nog een tijdje nog... Heb ik nog in de plaatselijke buurthuis heb ik nog in een kinderkoor gezeten, maar dat mag geen naam hebben. Maar het keerpunt is wel geweest, zeg maar, toen ik zeg maar, op de weg een doodlopende weg zag en ik ging er toch doorheen en ik heb wel mijn weg gewoon gevonden. Zeg maar. Ik heb gewoon gekeken gewoon wat iedereen deed in Nederland en ik zag niemand iets doen wat zeg maar, ik nu doe. Zeg maar. Ja. En je hebt ook iets gedaan wat jouw voorbeelden wel deden. Jij was fan van de Riff Raff, jij zag Riff Raff in Amerika. Zo die haarrollen tip on shoulder nou. Ja, toch? Ja, man. Ja. Nu vind ik het met Riff Raff wel grappig, want zijn carrière is nu een beetje on hold, zeg maar. Dus wat betekent dat voor jouw toekomst? Dat is wel precies zeg maar, een punt wat jij daar noemt, zeg maar, benoemt. En laat me even één keer serieus zijn in mijn leven. Hij had zeg maar, die hype met tiptoeing en met Jordans, toch? Ja. En voor hem ging het toen sky high. Hij zat bij Diplo, Mad Decent en zo. Maar daarna heeft hij niks meer gedaan, zeg maar. Heeft hij niks meer klaargespeeld. Hij ging ik was wel altijd, en ik ben wel eerlijk, ik was wel altijd soort van bang van, is het na plangen, is het klaar of zo? En toen kwam ineens, dacht ik van, nee man, dit is eigenlijk iets wat ik altijd deed. En dan blijf ik het ook gewoon doen. Maar dan vernieuw ik mezelf wel gewoon qua mezelf in de markt zetten. Kijk, ik ben bijvoorbeeld die guy op de Albert Cuyp die bij de eerste rang staat, dat iedereen hem ziet. Van, ook al kopen ze niet bij hem, iedereen weet dat die guy daar bij de Dappermarkt staat. En hij schreeuwt het hardst. Snap je? Kopie mensen halen. Ja man. Ja, ja en je geeft het karakter daarmee aan de markt. Ik kreeg een 2 voor elk nationaal dictaat. Nu splash ik gewoon in een PC, begrijp je? Over splash in de PC gesproken, wat is het eerste wat je hebt gekocht van je rap money? Wat toen er money binnenkwam, wat ben je gaan kopen? Voedsel, man. Ja? Ja maar uit eten man. Voedsel of gewoon weekboodschappen? Gewoon boodschappen, man. Ik hou graag van koken, man. Ik hou van mijn gastvanatie en ik hou van mijn gastelletje en ik hou van mijn pollepel. Wat is tegenwoordig even dat gerecht waar je nu altijd mee... Wat is je shining star? Je shining star is gefermenteerde kreef, man. Is dit een gerecht? Ja man, sowieso. Nodig me een keer uit, man. Ik moet dit wel gaan... Gefermenteerde kreeft, ken je dat niet? Klinkt als iets uit Noma, man. Klinkt echt niet uit een goed restaurant. Ik denk als mensen een dieet willen hebben, dan moet je gewoon gefermenteerde kreeft eten. Dan ben je binnen een week, dan ben je gewoon 10 kilo lichter. Laten we even kijken naar je fans. Donnie, ik moet voor school een rap maken over de tering overheid. ze zeggen het tegen jou, hè. Ze zeggen het tegen jou. Ja. Maar, onze bars zijn shit. Kun je misschien even wat helpen, ouwe?
En jij helpt dan? Ja, tuurlijk, man. Ik vind het wel leuk, zeg maar. Kijk, ik keek altijd Goede Tijden. En toen weet je, Ludo Sanders die Bobine kon helpen van die cliff. En hij hielp het niet. En dat heeft me altijd bijgebleven. Dat was letterlijk die cliffhanger. Helpen. Maar wat wel irritant is, ik heb dit gedaan. De Joanne maakt me hoger dan de discus. Ik ben fan van alle vissen, behalve de fiscus. Maar toen ik dat zeg maar in de buiten bracht op Instagram, doe ik echt gewoon iets van 500, 600, 700 DM's van yo, ik moet van school, ik ook moet een drie zinnen. Ja. Toen werd ik er wel gek van. Maar is hoe is dat sowieso mooi met jou? Want je bent, weet je wel, je bent erg actief, je hebt een druk leven en je hebt tegelijkertijd heb je dit soort fans. Dit zijn jouw fans van jou, zijn mensen die even een grabbetje willen maken, die willen even met je lachen. Is dat niet vervelend? Nee man, ja, zeg maar, ik vind juist, alles kan me eigenlijk gestolen worden als ik maar gewoon mensen aan het lachen kan maken, man. Ik vind het gewoon blij. Luister, gisteren was ik naar Ahoy gegaan. Met de Bunny, Dutton in Ahoy. En iedereen die wou met mij op de foto en die maakte gewoon een lachetje en een gebbetje. Dat is eigenlijk gewoon in feite gewoon voor ik het doe. Als jouw werk of jouw relatie zit in een knoop, omdat je eigenlijk niet meer met je chick wil gaan, maar je durft het niet en dit, dat. En dan ben ik voor jou om die verlichting te geven, graag zelfs, man. Ik vind het gewoon mooi om dat gewoon voor die mensen te zijn. En bovendien, ik ben een kok zonder open keuken. Ik laat je niet eigenlijk als een vlogger in mijn keuken kijken. Ik bepaal zelf wat ik jou laat zien in het doorgeefluik van mij. Af en toe krijg je dit gerecht en dat gerecht. Het is heel erg gedoseerd en ik denk ook dat dat juist wel mijn kracht is. Ik denk het ook, man. Hey, ik heb nog een gekke DM. Ja. Fuck Adonny, dat was dus laatst. Ik wil je fans niet beledigen, maar deze keer kan letterlijk het woord chick niet spellen. Maar goed. Ja, maar luister. De taal van money kent geen correcte spelling. Nee? Je kan mensen niet afrekenen op het feit dat hun chick met 1K en niet met CK spellen gaat. Dat kan niet. Dat vind ik heel kortzichtig. Ja. Oké. Okay. Maar kijk. Maar hij zegt, wat ik ook, dan ga ik toch zeggen wat ik gek vind. Ja. Hij zegt ook, ik heb iemand geneukt. Terwijl ik denk, dat doe je met z'n tweeën. Het is niet dat jij alleen hangt één vanaf iemand neukt. Tenzij ze bewusteloos is. Ik denk als je heel dronken bent geweest en je kan niks meer doen, dan denk ik wel dat jij bent, snap je, dat jij bent geneukt, niet een ander, zeg maar. Dat jij geen effort hebt gelegd, zeg maar, in it takes two the tango, dat weet ik wel. Maar ja, je kan ook gewoon, gewoon liggen, toch? Hey, wat voor gekke DM's krijg je nog meer? Dit kan niet het enige zijn. Ja, je krijgt heel veel van die gasten, zeg maar, die dan met hun eigen rhymes komen en zo van, snap je, van ik wil spelen voor Club Hub. Snap je? Maar ik gewoon liever een batra-stuk of zo, weet je, gewoon al die kleine dingen, zeg maar. En dan willen ze, wat willen ze dan van jou? Ja, ze willen gewoon een like of een comment of zo. Maar ja, ik probeer wel zoveel mogelijk gewoon op mensen te reageren, want ik blijf gewoon een man van vlees en kleren. Ik zie dat we tempo moeten maken, ik zie mensen alleen maar draaien. Maar de focus blijft nog steeds wel gewoon op money. Het gaat gewoon tussen ons, dit is ons programma. Dit is gewoon wij tweeën, man. Dat interview duurde 6 jaar lang om het te zijn, dus nu moeten we ook wel gewoon... Nee, man. We zijn nog wel toen op Leidse Plein, man, met Polska en zo. Toen het feestje van Polska, 4 jaar geleden of zo. 5 jaar, en ik zei van, joh, ja, man. Hey, Donnie, hoe Donnie voel je je vandaag? Ik voel me eigenlijk gewoon een meier vandaag, man. Want ik haal het altijd 100. Perfect, want we gaan nu het Donnie-spel spelen. Het is een drijfje. Ik heb hier het feit. We willen ook een gezonde levensstijl supporten, toch? Ja. Wat jij gaat doen zo meteen, je bent natuurlijk onderweg als dartkampioen. Je gaat even laten zien hoe de tussenstand is. Dart even hierin. Als je de druif raakt, goud. Dan vernoemen we het. Wordt club Donnie wordt het dan. Ja, dan heb ik echt onderdeel, eigenlijk tweede het geld onderdeel. Voor kom mee, want we gaan je niet zomaar weg laten gaan. Tweede onderdeel, dit zijn tegeltjes. Ja. Oh ja, die kunnen mensen winnen, toch? Denk het wel, want wat jij gaat doen is, jij gaat tegeltjeswijsheiden opschrijven. Ja. Je hebt 30 seconden, ik tel hem hier af, jij gaat gewoon hop. Ja, maar ik kan niet goed schrijven, man. Dus eigenlijk moet ik het zeggen en jij het voor me schrijven in jouw tempo. Laten we samenwerken, man. Dan is je ook meer waard voor de mensen thuis, toch? Als dit gelukt is, gaan we naar het laatste onderdeel. En het laatste onderdeel, we hadden het net al even erover, je bent de chef-kok, je kan goed proeven. Ja. Jij doet deze blinddoek op. Ja. Ik heb 3 gerechten die je even moet proeven. Word ik geblindeerd gewoon? Geblindeerd als ramen. Ik ken alleen geblindeerde ramen, inderdaad, man. Ik kan wel net maken. Maar dit is voor mensen die niet in slaap kunnen komen, toch? We gaan erachter komen of in slaap vallen. Dan denk ik van, dan neem daar gewoon geen lamp in. Zullen we beginnen bij darten? Wat jij wil gaan. You ready? Ik heb wel een handicap, hè. Hey, ja, man. Die drijf is in feite die al geraakt. Die ging mis, maakt niet uit. Ja, je zag dat die drijf geraakt was, hoor. Bam, drijf is eraf. Luister, joh. Begrijp je? Dat is wat wij doen, toch? Begrijp je? Wauw. Mensen denken altijd, maar het is een geintje, dit, dat. Nee, grap. Ik krijg les van bijna alles, man. Oké, tweede ronde. Let's go. We gaan hem doen. Jij zegt de tegeltjes wijs, ik schrijf hem op. Let's goed. Go. Ik ben fan van alle vissen, behalve de fiskers. Tweede. Ik ken 7 talen, behalve betalen. Als alles op je afkomt, zit je op de verkeerde rijhelft. 7 talen, behalve? Betalen. Even mijn handschrift. Mooi, man. Als alles op je afkomt, zit je op de verkeerde rijhelft. Wat betekent dat, man? Ja, dan zit je gewoon op het verkeerde spoor, man. Oh, ben je aan het spookrijden? We zijn in...
We zijn individueel allemaal snaren, maar we kunnen samen een gitaar worden om in harmonie samen te leven in de samenleving. Nee, je moet het korter, dat kan toch helemaal niet opschrijven, bro? We zijn allemaal een snaar, maar samen kunnen we een gitaar worden. Ja? Maar ik zeg allemaal snaar, samen gitaar. En één 180 maakt nog geen wereldkampioen. Goed, die zijn we bij. 5! Jij zegt 100... die laatste. Ja, goeie man, applaus! Je hebt wel MBO niveau 3 handschrift, man, bro. Je komt wel... Gabber, ik heb MBO niveau 4 en dat is de VWO van de straat, ouwe. Dus ga niet met mij zo doen, hè. 100%. Ik vind het dit keer wel leuk, hoor, Clubhub. Ik ben eerlijk, man. Ik vind het ook leuk met jou, man. Ja, man. Kom volgende week gewoon weer. Oké, luister. Dit is de culinaire fijnproef. Ja. Zet de slaapmuts op. Hij is niet van merk. Ik hoop dat je dat aan kan. Oké, er komen nu... Hey, shit, waar ben ik, ouwe? Hey. Hoeveel vingers steek ik op? 15. Okay. Hoe laat is het? Kwart over money. Oké. Dan, ik zie nu de geef. Waar ben je bang voor eigenlijk? Voor de belastingdienst, nogmaals. Maar wat, stel dat hier op de lepel, wat is het ergste wat ik jou kan laten proeven? Hey, ik zit in mijn space, ouwe. Ja? Ik begin met een simpele, oké? Wat is een simpele? Dit is een simpele. Ja, dit is gehakt, ouwe. Nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Je moet het wel eten ook, hè, bro. Dit zijn bonkjes, man. Maar wat kick voor? Ahead, kick ahead. Bam, kick ahead. Goed, oké. Begrijp je? Dit zijn trouwens rauwe kikkererwten uit het blikgap. Kom op. Had jij even niet even kunnen spacen rijden met peper en zout? Jezus Christus, man. Misschien is deze iets meer naar je smaak, man. Ik ga je nu een lepel geven. Je gaat weer proeven. Ja, het is iets zoeters. Denk aan de patisserie. Cranberry. Ja, ik weet niet of ik hem goed ga keuren. Wacht. Ja, hij is heel zoet, ouwe. Heel Holland bakt. Hij smaakt naar mijn vriendin haar, begrijp je? Ik kan het niet uitleggen, maar het smaakt daarna. 66 punten. Het is een cranberry, het is een zoet vruchtje. Dus lekker, ja, het is wel lekker eigenlijk. Wat is eigenlijk heel goedkope vrucht? Even nadenken. Nee, ik weet het niet, maar zeg maar. Ja, dit jellyballs noem je dit. En dit zijn van die, in heel veel taarten en heel veel cakes wordt dit zo erin gedaan, weet je wel. Die hele gezoete, gekleurde... Ja, maar dat zijn eigenlijk cranberries, hè. Dan heb je gewoon gelijk. Dan heb je nog een applaus verdiend. Let's go. En nu... De meesterproef. Meesterproever. De allerlaatste. Ik ga de lepel voorzichtig aan je aangeven. Dit is zeker het vieste wat je... Ja, oh. Oké. Okay. Snelle hap en je bent er vanaf. Doe niet wat proefje. Citroensap. Eenmaal, andermaal. Ja, het klopt! Ja, het heet het Donnie-spel. Er zal maar één iemand goed in kunnen zijn. Donnie je hebt hem gesloopt. Ja, man. Je hebt hem gesloopt. U kunt mijn boeken van al uw smaak proeven. Ik doe alles. Ik ga naar de linkje onder. Wel een goed truitje. Mes goed met je tanden. Nee, geitje. Kom, we gaan zitten. Wiegt ook. Alweer. Ja, Donnie. Yo. Ben je bijgekomen, citroensap? Ik ben flink aangekomen, dat wel, maar niet bijgekomen. Niet herrezen uit de assen als een phoenix weer terug hier in het hok? Nee, maar ik heb wel die stroom met Zapdos, man. We moeten het even hebben over je rijbewijs, man. Begrijp je. Je bent gezakt voor je autotheorie. Hé, hey, luister, grap. Ik was naar een cursus gegaan, nou. En die hadden één dag cursus. Ja, zeg maar. Grap. En die moest van 7 uur 's ochtends en die man die leert jou 5 theorieën. Ja, maar dan volgen ze het gewoon in je hoofd. Zeg maar. Ja, eigenlijk is niet waar, hè. Camera's, die staat erop. Nee, ik heb veel geleerd, maar ik heb het helaas niet gehad, man. 2 fouten veel, houden. Maar gevaar en inzicht, ik wist alles gewoon, nou. Ja, maar dat jij een auto gaat rijden vind ik een gek idee. Waarom heb je geen chauffeur? Ja, dat heb ik wel, maar op het laatst wil ik ook zelf gewoon ergens heen boeken, snap je? Ja, en wat voor auto ga je dan rijden als je eenmaal je rijbewijs hebt? Ik denk een 4-deur Skoda uit 1932, man. Ken je die baggies, man? Die zijn echt mooi, man. Met 4 deuren? Ja, man. Nou, eigenlijk 5 deuren, toch? Kofferbak telt ook mee, hè? Ja. Ja, en was je boos gisteren dat je dan zo'n examen niet haalt? Het voelt ook gaar, toch? Al dit jaar gaat alles goed voor je. Ja, ik was eigenlijk de tegenligger van Tim Hofman, man. Ik was kwaad. Ik was niet boos. Je was kwaad. Weet je, het leven is gewoon tegenslagen en meevallers, man. Ik ben een man, ik heb mijn mankementen en mijn kwaliteiten. En ik zal hier nog wel langer blijven. Wanneer word je echt kwaad, zeg maar? Wat is dan zo'n ding waar je gewoon altijd boos om kan worden? Als het niet goed ja, als die, is? Ja, als die wekker gaat, man. Kun jij dat wennen als die wekker gaat? Hoe laat gaat jouw wekker? Ja, hangt er vanaf, man. Altijd gewoon een kwart over money, man. Hé, je hebt te veel snabbels. En je hebt me ooit wel eens een keer verteld, een snabbel en een babbel, dat is waar het om draait in het leven. Yo, snabbel en babbel. Yo, dat waren we hebben die borrel, hè? Ja. Maar wat even
Kijk, snabbelen betekent dus, je gaat ergens een klusje doen voor geld. Ja, maar ja, kijk, snabbelen je bent, is je bent ergens opeens van het woord, toch? Bij een soort gokbedrijf ben je opeens een koning. Je bent bij een snackbar, heb je een campagne. Je bent met vuurwerk, doe je een campagne. Ja. Overal word je voor gevraagd. Jij zegt ja, hoe kies je dat soort dingen uit? Ja, omdat ik het gewoon mooi vind met de vuurwerkcampagne om iets terug te doen voor de maatschappelijkheid, weet je. Maar je krijgt er ook gewoon geld voor, toch? Ja, dat is gewoon een tweede leuke bijkomstigheid. Maar dat steek ik ook niet in mijn stoelen of banken. Maar dat steek ik gewoon lekker in mijn zak, weet je. Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Ja, ik ben een maat van body en flesje. Ben je dan nooit bang dat mensen dan denken van ja, maar die Donnie is eigenlijk alleen maar op het snabbelen. Iedere keer zien hem weer hier. Dan nee, kijk. Jij moet iets beseffen, ouwe. Kijk, luister. Als ik zeg maar iets doe, dan weten mensen ook gewoon van joh, kijk, je krijgt heel veel mensen die zeggen ja, we gaan nu dit doen. Maar dan zeggen ze niet daadwerkelijk de echte reden. En ik zeg gewoon ja, maar ik ben hier, maar ik ben betaald en we zien het wel. Ja, dat vind ik mooi als mensen dat doen. Dus ik laat het graag zien. Dus met die eerlijkheid doorbreek jij dat beeld van je vieze snabbelaar bent? Luister, ik moet ook mijn natje betalen en mijn droogje in mijn gas en licht, toch? Hoe moet ik het dan doen? Moet ik dan gaan ze mij entertainen voor 0 euro? Ik weet het niet, man. Misschien kan je gewoon van de muziek leven. Ik kan leven van de muziek, maar wat maakt mij uniek? Dat is mijn babbel en die veroorzaakt de snabbel. Ik ga er heel veel zwemmen met de money duffel. Of met die poenschep. En dan? En als er problemen zijn, zeg ik lijp en get the strap. Dat is het ding gewoon. Je zei een tijd geleden in een interview met Noisy, zei je dat je wel een provincie zou willen hebben. Je zou Donnieland willen zijn. Ja, maar ik zou Donnieland willen zijn, weet je. Ik wou gewoon... Je hebt het ook wel eens bij het Laks gezegd, dat je minister-president wilde zijn. We zijn inmiddels een tijdje verder. Je hebt net je allergrootste hit tot nu toe uit. Dus hoe zou Donnieland er vandaag de dag uitzien? Iedereen leeft gewoon in harmonie samen. Alles is gelegaliseerd gewoon, zeg maar. Gewoon de verboden groente des levens, om het maar netjes te zeggen, gewoon de sperziebonen zijn niet goed gelegaliseerd, nee. Snap je? Broccoli, andijvie, spinazie, geef het bezig maar een naapje, gewoon dat houden. En dat iedereen gewoon cool is met elkaar, iedereen gewoon flex, iedereen heeft geld, iedereen kan stunten, dat is gewoon het ding houden. Mogen we er met Club Hub daar dan wonen ook? Ja, dat is het wel, zeg maar. Bestaande programma's die moeten wel een tol betalen om daar te mogen zijn, begrijp je? Jij moet tolwegen betalen en je moet CO2-tax betalen bij mijn provincie. Bij mij moet clean zijn, gewoon ja. Clean air, man. Ja, man. Alles moet groen deze dagen, toch? Ja. Je bankrekening moet groen, je denkwijze moet groen en gewoon alles moet groen. Okay. Weet je wat trouwens echt lekker is, schat? Vegetarisch eten is lekker, man. Ik was altijd weet zo je wat van... ook lekker is? Nou? Om er een eind aan te maken, kom. Hey, later, ouwe. Donnie, eind van de aflevering, man. Ja, jammer, man. Ja, ik wou waar de keer van altijd kon blijven, man. Ja, ik wou het ook. Wat ik wel kan doen, is ik kan je voor eeuwig hier op de muur neerzetten. En je zette jezelf al in de brave hoek. Is er dan wel een copyright voor mijn naam betaald, of niet? Dat komt allemaal goed. Ik denk... Ja, wat denk jij, Cesar? Jij kent me buiten de camera. Ja, ik ga je gewoon wel... Ik ga je wel bij een beetje braaf zetten, maar in de brave hoek. Ga je uitleggen waarom? Waarom? Leg mij uit. Omdat de manier, zeg maar, het enige wat je wil doen, en je zei het net ook al, je wilde mensen een glimlach op hun gezicht toveren. Je wilde zelf een beetje rijk worden, ook daar ben je eerlijk over. Dus ik denk, ja, ook al de mensen die zeggen van, goh, Donnie, hij zet het allemaal in scène. Maar wie Donnie, zegt dan dat ik het in scène zit? Zo... Luister, als ik het in scène zou zitten, dan had ik al lang een gouden kalf voor Oscar. Was ik al lang multimiljonair in Amerika gehad. Ik ben gewoon mezelf. Daarom, en dat is niet het geval. Dus, je staat nu in de brave hoek, ben je blij? Ik ben altijd blij. Oké. Okay. Het leven lacht me toe, toch? Luister, je moet altijd positief in het leven staan. Ook al gebeurt er iets negatiefs, gewoon lachen, grap. Ja, maar nu gebeurt er iets positiefs. Achter elke zonnestraal komt regen, toch? Dat is gewoon het eerste. En na elke regen komt En ik ga nu afsluiten. Mensen moeten abonneren op... Op Maradoni. En op... Oh ja, en natuurlijk op Club Hub. Heel belangrijk. Op BNN. Tot morgen. Op Quinty. En doe je best op school. Op Emma Carrot Farmer. Abonneer op iedereen gewoon, man. Love, man. Ja, hoor.